Dag Elke, jij bent organisatrice van Miss Elegance. Dit jaar is niet zo gemakkelijk, hè. We zijn verleden jaar met corona begonnen, een jaar geleden bijna, in maart. We zitten er nu nog altijd mee. Ja, wat impact heeft dat op de verkiezingen? Op de verkiezingen heeft dat een enorme impact gehad. Verschillende dingen hebben we wel kunnen doen. Andere workshops zijn dan online doorgegaan. Maar ja, het is een grote impact. Hé. Wij hebben heel wat sponsors zien afhaken, wat dan normaal is. We hebben dan ook sponsors zien sluiten. De kapsters, de MUAS, die zijn allemaal gesloten geweest. Waardoor we verschillende dingen niet hebben kunnen doen. Maar ja, we staan ervoor en we moeten erdoor. Hé. Heb je nog andere activiteiten? Heb je toch nog activiteiten kunnen organiseren? Zo? Ja, we hebben verschillende workshops online gedaan. Zo hebben de meisjes geleerd hoe ze hun haar kunnen opsteken. Het was zeer prettig om te zien. Dan hebben we ook nog een workshop rond negativiteit, want ja, corona is toch zeer negatief op ons leven gevallen. En dan hebben ze ook dit weekend nu een workshop gekregen rond hoe ga je om met zelfvertrouwen, hoe kan je dat opkrikken, waar struggelen ze mee. En we hebben ook een babbeluurtje op regelmatige basis, zodoende als er iets is of ze hebben gewoon iets leuks te vertellen, dat ze het gewoon kunnen vertellen aan ons. Nu, ik zie al heel pak verkiezingen. Ja, die zitten met finales die altijd maar weer uitgesteld worden. Hebben jullie daar een oplossing voor? Ja, we hebben inderdaad sinds kort een oplossing gevonden. We hebben dat inderdaad in de gaten gehouden van andere verkiezingen die in januari plannen. Januari gaat niet door, februari plannen. Wij willen niet nodeloos blijven uitstellen of een datum prikken waarvan we niet weten dat het zal gaan. Dus wij hebben een uniek concept bedacht. Dus ik denk dat we dat wel goed kunnen Ja, psychologisch is het ook erg voor die meisjes. Altijd maar uitstellen. Naar welk concept gaan jullie toewerken dan? Wel, wij hebben een finale dag bedacht in open lucht. Dus dat zal wel al een van de grote troeven zijn. De meisjes zullen opdrachten krijgen gedurende de dag. En aan de hand van die opdrachten worden zij dan gequoteerd door de verschillende juryleden die aanwezig zullen zijn. Wat soort opdrachten zijn dat dan juist? Dat zullen opdrachten zijn die van fotoopdrachten gaan naar een interview met jou eventueel. Ja. Naar ook vragen beantwoorden. Ja, ik weet niet over welke vragen dat het gaat, want dat ligt aan de persoon die ze zal stellen ook. Mm-hmm. Maar we zullen eigenlijk gewoon een finale zoals je het kent in de missenwereld doen op een dag, maar toch niet zoals het gekend is. Er is wel één onzekere factor daar. Je mag dat goed organiseren en zo, maar wat meet het weer? Ja, ik heb al gebeld naar hierboven en ze hebben mij verzekerd dat er toch wat zon aan te pas zal komen. Nu, wij hebben 7 fantastische finalisten, dat zijn 7 zonnetjes in huis. Ja. En ik denk ook wel, of dat nu regent of zon is, ze zullen zich er wel voor inzetten. Ja. Nu natuurlijk, de Drage Nationaal kunnen we niet voorspellen, maar we zullen daar ook wel zeker een oplossing voor vinden. En waar ga je dat dan doen? De locatie is nog geheim. Dat zullen we ook niet doorgeven op voorhand. Waarom niet? Omdat we samentroepen willen tegengaan, want ja... Op iedere verkiezing heb je heel veel fotografen aanwezig, familieleden aanwezig. En dat kan nu ook niet. Dus wij kunnen niet zeggen, kijk, wij gaan het in Tillichem, Bos en Brugge doen. Want dan heb je gegarandeerd mensen die er niet moeten zijn. En we willen ook wel de veiligheid garanderen. Ja. Hoe zit het dan met die jury? Hoe gaan die meisjes beoordeeld worden? Allee, dat is toch niet zo simpel, denk ik, hè? Nee, het is niet simpel, maar het leven is op geen enkel vlak simpel. Nu, elk jurylid zal een bepaald aspect krijgen en zal op die manier oordelen. Ik denk, als we kijken naar de juryleden van vorig jaar, is dat een fotograaf in, is dat iemand van jullie diensten ook in. Dus ik denk dat iedereen zijn eigen concept heeft waar dat ze gaan uitzoeken. En dat zal nu niet anders zijn. Oké, super. We kijken er naar uit. Bedankt in ieder geval voor dit coronaproof interview. Dankjewel en tot binnenkort. Tot binnenkort.